Hallo, mijn naam is Maurice Barmans. Ik ben werkzaam bij de gemeente Rotterdam, dienst stadsontwikkeling als stedenbouwkundige. Ik werk aan een aantal grote gebiedsontwikkelingen op Zuid. En ook aan Feyenoord City. En daar ga ik jullie de context van de gebiedsontwikkeling uitleggen. Jullie zien hier de prachtige masterplankaart. Die hoort bij het masterplan Feyenoord City. En dan kun je al zien wat voor een enorme ontwikkeling dit in de stad gaat zijn. Want dit is de plek nu. En dat is nogal een grote verandering. Je ziet de Kuip nog, maar aan de oostkant zie je dichte stadswijken. Aan de westkant zie je een naoorlogse Groot IJsselmonde. En daartussen zie je het stadion liggen, sportvelden, de veranda die gerealiseerd is, maar ook heel veel bedrijfsloodsen, heel veel verharding. En daarvoor in de plaats komt Feyenoord City en de gebiedsontwikkeling Stadion Park. Die context is rijk rondom Feyenoord City. We kunnen hier heel veel voorbeelden van zien van stadswijken, zoals Feyenoord, Hillesluis, Afrikanenwijk, maar ook nieuwbouw, Kop van Zuid, recent en bijna af. Parkstad, wat nu opstoomt richting deze locatie en waar druk gebouwd wordt. Maar ook de veranda, die in de jaren 90 gerealiseerd is en die daar als een soort eiland, wooneiland, in die soort breukvlak in de stad ligt. Want een breukvlak, dat is het wel, dat illustreert deze foto heel goed. Dit is de plek kijkend op de nieuwe locatie van het stadion. Maar wat je vooral ziet is de stad heel ver weg. Je ziet iets van infrastructuur. Je ziet vooral heel veel auto's en heel veel leegte. En op deze plek is dus Feyenoord City gepland. Dit kaartje laat dat ook heel goed zien. Hoe eigenlijk door de stad, langs het spoortracé, maar ook op de Noordoever, langs de A16, ontzettend veel functies weliswaar liggen. Maar er heel weinig gewoond wordt aan eigenlijk zo'n hele band aan monofunctionele bedrijvigheid, sport in de stad ligt. En die dus als het ware de stad daar deelt. En voor Feyenoord, voor de Zuidzijde hebben wij met het visie die we hebben geschreven voor Stadion Park daar ook gewoon een opgave van gemaakt. Stadion Park moet gaan verbinden, moet IJsselmonde aan die NPRZ-wijken gaan verbinden. Moet de Kop van Zuid met IJsselmonde gaan verbinden. Moet die NPRZ-wijken met de rivier gaan verbinden, zodat ze die openbare ruimte kunnen gaan gebruiken en ook licht en lucht hebben. Zodat ze die sportvoorzieningen die er gerealiseerd worden goed kunnen gebruiken. Dat is in de kern de opgave die we meegegeven hebben, ook aan de masterplanners van Feyenoord City. En in de gebiedsvisie hebben wij deze, nou, laten we zeggen, plankaart, ambitiekaart daarin opgenomen die dat illustreert. Je ziet als het ware een hoefijzer van groen aan de onderzijde. Je ziet ook een rondje stadionpark er doorheen lopen. En aan de noordoosthoek zie je dat stadion, wat die bestemming in die rivier gaat zijn. En als het ware de verbinder tussen het Kop van Zuid, de stadswijken, die rivier en zeg maar het naoorlogs IJsselmonde. We hebben 4 ambities geformuleerd die in die gebiedsvisie uitgelegd worden. En die we ook willen verwezenlijken met het uitrollen van die gebiedsvisie. Dat is onder andere de economische motor. Zuid heeft veel banen, maar er mogen nog wel meer banen. In dit gebied zitten veel banen. En die moeten niet allemaal weggaan als er zeg maar woningen komen. Dus economie moet hier in dit gebied blijven en zijn. Zo is er bijvoorbeeld al een nieuw retailcluster gebouwd. De Gamma moet verplaatsen voor het stadion, maar die gaat niet het gebied uit. Die komt hier terug samen met een PNR. Het hele uitgaansgebied rond de veranda werkt ontzettend goed. Is ontdekt door de jeugd van Zuid en zal hier moeten blijven. En natuurlijk zeg maar die grote evenementen die Feyenoord Stadion met zich meeneemt, die brengen ook ontzettend veel economie met zich mee. Het gebied heeft al een belangrijke functie als vrije tijdsgebied. Die willen we veel verder gaan uitbouwen, met name met het groen. Linksboven zien jullie zeg maar, het opgeknapte
Park de Twee Heuvels, wat veel beter verbonden is met de omgeving. Het eiland van Brienenoord wordt op dit moment aangepakt en zal ook een groene oase worden in de stad. Daarnaast, vrije tijd is ook gewoon uitgaan, dat zal er ook blijven. En de sportcampus, daar kun je heel actief aan je conditie en aan je teamprestaties werken. Wat er nog niet zit en wat er veel meer moet komen in dit gebied, is wonen. Echt een ambitie van het Fietsvisiestadionpark is dat, dat het onderdeel wordt van de Rotterdamse woonstad. Nou, hier zijn een aantal voorbeelden van projecten die in zeg maar, de stadioncampus ontwikkeld worden. Je ziet Parkstad Zuid, dat is rechtsonder. Er worden dus veel woningen toegevoegd. In totaal, nu zo ongeveer 4.500 zitten er in de plannen. En een andere ambitie, de vierde ambitie, is de mobiliteitsknoop Stadionpark. Want op Zuid is er echt behoefte aan meer connectie. En dat is ook wel logisch, want we moeten het eigenlijk hiermee doen. Dit is nu het evenementenstation voor Feyenoord. Stadion Feyenoord, ja, dat is natuurlijk moeilijk een mobiliteitsknoop te noemen. Dus waarom hebben we die ambitie? Nou, die ambitie hebben we als stad. Omdat wij zien dat we hier een permanent station kunnen gaan maken. Wij willen hier een permanent station gaan maken, gecombineerd met een tangentiale lijn tussen Alexander en Zuidplein, waar HOV opkomt, wat hoogwaardig openbaar vervoer, waarmee zeg maar hier op deze plek een vervoersknoop kan ontstaan, waarmee daardoor Zuid en de mensen van Zuid vooral een veel betere bereikbaarheid gaan kennen, de wijken een veel betere bereikbaarheid gaan kennen en dus ook meer banen in bereik van de mensen gaan komen. En dat is niet alleen maar meer een ambitie, daar wordt er ook concreet aan gewerkt. Dit is een plaatje wat hoort bij de MIRT-verkenning voor de oeververbinding in de regio Rotterdam. Daar zie je heel groot opstaan dat er wordt gewerkt aan een station, stadion, park en op dit plaatje nog een aantal locaties van een oeververbinding. Inmiddels zijn we daar een stap verder in dat proces en zie je dat dit nu de scope is van dat onderzoek, waarbij vooral zeg maar, een oeververbinding tussen het eiland van Feyenoord en zeg maar, de huidige Brienenoordbruggen onderzocht zal worden, in combinatie met allerlei andere maatregelen om het verkeer beter door deze regio te laten stromen en ook een HOV-verbinding tussen Zuidplein en Alexander. En dat gecombineerd met een enorme opgave in verstedelijking, want nou ja, dat staat tegenwoordig dagelijks in de kranten. Er is een schreeuwend woningtekort. De grote steden in Zuid-Holland hebben een verstedelijkingsalliantie gevormd en die willen die opgave vooral in de bestaande stad laten landen. Nou, hier zie je de aantallen waaraan gedacht wordt en voor Rotterdam betekent dat 50.000 woningen tot 2040 bijbouwen. Daarvoor hebben wij als stad een verstedelijkingsstrategie opgesteld, waarvan hier stap 1 is weergegeven. Want die verstedelijkingsstrategie die is eigenlijk al gestart, met name in de bestaande gebiedsontwikkelingen die al lopen, waaronder Stadion Park. Daar is, zoals ik gezegd heb, al plek voor 4.500 woningen. En ook verder in de stad wordt er al hard gewerkt om die woningen toe te voegen. Alleen nog meer woningen toevoegen. Daar hebben we meer mobiliteit voor nodig en dat zie je hier in stap 3 als zeg maar een HOV-lijn over die oeververbinding die bij Feyenoord City ergens langs zal gaan tussen Zuidplein en Kralingse Zoom zal plaatsvinden. Dan is er in die gele band oostflank zoals die hier op de kaart staat ongeveer plek voor 20.000 tot 30.000 woningen. Die gele band die noemen wij de A tot Z-studie. Daar wordt nu een wenkend perspectief voor geschreven, een visie op hoofdlijnen. En daar gaan wij samen met stakeholders en Rotterdammers over praten. En in 2022 zullen daar keuzes in gemaakt worden en gaat zeg maar, dat gedeelte landen in de omgevingsvisie. Dit is de omgevingsvisie, het document Veranderstad, wat recent door het college is vrijgegeven. Daar zie je ook zeg maar, dat Rotterdam een polycentrische stad gaat worden, waarbij rond dat centrum die binnenstad die op twee oevers gaat nestelen, gaat landen, de rondom, zullen allerlei knopen ontstaan waar ook een gemengde stad zal ontstaan, waar ook horeca zit, waar ook allerlei vertier is
Waardoor zeg maar, je niet per se meer aan bent gewezen op dat centrum. Nou, die hele band van knopen, die zal ik nu even langs gaan. De Alexanderknoop is eigenlijk al een stadsdeelcentrum, al heel lang. Heel veel kantoren, winkels. Alleen, het ontbreekt er echt aan wonen, aan cultuur en allerlei zaken. Dat zal hier zeg maar, toegevoegd gaan worden en daarmee wordt Alexander een echte knoop. Hart van Zuid wordt al veel langer aan gewerkt natuurlijk. Daar zien we ook al de eerste resultaten van die aanpak. Met de oplevering van het theater en het zwembad wat al een tijd in gebruik is. En het busstation wat binnenkort aangepakt zal worden. Daar is die knoopontwikkeling al gaande. En op termijn zal daar ook wonen toegevoegd gaan worden. En dan heb je de twee knopen die ertussenin liggen. Kralingse Zoom en Stadion Park. Ja, dat zijn de knopen waarvan die eigenlijk nu alleen nog maar in onze gedachten bestaan. Die zie je eigenlijk nog niet. Dat is eigenlijk vooral nu nog een hele interessante plek. Potentie in de stad. Goed gelegen aan een snelweg. Nabij OV of in potentie in de buurt van een station. Maar daar zal dus echt nog hard aan gewerkt moeten worden. Want dat zie je hier bijvoorbeeld. Dit is als we het masterplan Feyenoord City gerealiseerd hebben. Ontzettend veel al toegevoegd aan de stad. Maar met een nieuw station, maar nog steeds zie je die enorme breuk die er zit tussen Oud-Zuid, Hele Sluis in dit geval, en zeg maar Feyenoord City. Dus met een nieuw station, met een nieuw HOV, is het ook interessant om daar nog woning aan toe te voegen. Iets wat bij het stadion al gelukt is. Dit is zeg maar de overkluizing die het stadion al doet van dat spoor. Nou, er is ook een marktinitiatief wat zich heeft gemeld om als zeg maar vervolg op Feyenoord City een nieuwe gebiedsontwikkeling te starten die juist dat wil gaan invullen. Ze noemen zich Feyenoord XL. En op dit moment werkt de stad samen met hen aan een haalbaarheidsstudie om te kijken of zo'n overkluizing met het toevoegen van een 5, 6, 7.000 woningen, of dat een haalbare business case is en daarmee zeg maar een vervolg kan gegeven worden op Feyenoord City en Zuid nog beter met elkaar te verbinden. Nou, dit is een voorbeeld van hoe dat in München, Theresienhöhe, gedaan is. Het is gewoon een dek over het spoor. Dat wordt op dit moment dus onderzocht. En het resultaat van die verstedelijkingsstrategie kan zoiets zijn als deze schets die zeg maar voor een stadsmakerscongres gemaakt is, waarbij je heel duidelijk kunt zien dat Rotterdam een polycentrische stad gaat worden, waarbij zeg maar rond de binnenstad, die ook op site stevig geland zal zijn, een band van knopen gaat ontstaan, verbonden door OV, langs lange lijnen, van Oost-Alexander, via Kralingse Zoom, naar Zuidplein, en waar Feyenoord City zeg maar een hele belangrijke rol in speelt, waarbij de stadions, het voetballen, het vertier, het sporten en ecologie voor iedere Rotterdammer bereikbaar zullen zijn.